Wat kiest jij? Geld of liefde? Geld. Geld! Wat liefde, bro, wat liefde. Yes, yes, welkom bij deze nieuwe video. Vandaag staan we weer voor de school Pegasus in Oostende. We zijn er. We gaan aan de leerlingen vragen, wat is belangrijker? Geld of liefde? Wat vind jij belangrijker? Zet ook even in de comments. Geld of liefde? Voor mij? Ik weet het. En als je wilt dat ik naar uw school kom, dat kan gewoon. Hier is mijn Instagram, volg me even op Instagram. Tag mij in uw story, zet erbij, kom naar die school, kom naar daar, kom naar daar. En dan zie ik je misschien wel volgende keer. Dus wie weet, geniet gewoon van deze video. Let's freaking go! De vraag aan u is, wat kiest jij? Geld of liefde? Ja. Niks. Nee. Niks? Nee. Je moet iets kiezen. Geld. Geld. Nee, niks, niks. Niks. Niks? Niks. Maar toch iets. Niks. Kies iets. Niks. Iets. Niks. Kies maar iets. Niks. Wat kies jij? Geld of liefde? Geld. Geld? Wat ga ik met liefde doen? Wat ga ik met liefde doen? Money, money. Wat doe je? Money, money. Wat kiest jij? Geld of liefde? Geld. Geld? Wat liefde, bro, wat liefde. Waarom? Oh ja, waarom? Waarom? Later, later. Snap je, vrouwen? Nu vriendinnen is alleen maar hoofdpijn. Tijd. Heb je hoofdpijn van vrouwen? Ja. Die geven je hoofdpijn? Ja. Die zagen heel de tijd in je hoofd? Ja. Letterlijk? Ja. Wat vragen die? Kom daten en zo, jij wilt dat niet? No. Je bent druk bezig. Ja, school. Wat doet je dan? Ja, school eerst, voetbal eerst en dan familie. En dan? Familie. En daarna? Toekomst. En daarna? Geld. En daarna? Vrouw. Oké. Okay. Hoeveel is de plaats dan? Laatste. Ja, het zou oké. Okay. Kan gewoon, hè. Wat is er belangrijker voor u? Geld of liefde? Geld. Geld? Waarom? Was op de dag dat je een vrouw hebt, wat als je hart breekt? Wat dan? Dan kan je niks meer. Toch? Dan ben je toch gebroken. En met geld, je kan alles spenderen. Je kan alles spenderen met geld. En dan ben je ook, dan word je ook gelukkig. Levenslessen, hè? Levenslessen van... Je ziet net je die. Ja, voilà. Wat is voor u belangrijker? Liefde of geld? Liefde. Liefde. Ja. Waarom? Ja, daar heb je toch meer aan, dat je je liefde kan delen met mensen. Dus jij wilt liever met twee op straat leven dan alleen in een... Ja, want alleen is maar alleen. Oh. Liefde is ook een beetje chemie, of niet? Ja. Ja, toch? Ja. Geef het dan de scheikundige naam van water. H2O. Wat? Wat? H2O of zo. Iets met H2. Liefde is een beetje chemie, of niet? Mm-hmm. Ja, toch? Yeah. Ja, voilà, je vindt het ook. Wat is dan de formule van water? De scheikundige formule. Oei. 10 maal 2. Wat? 10 maal, wat? Ja, oké. Okay. Zij weet het. Dus geef mij de scheikundige formule van water. Oké, okay, inhoud van de water. Ja. Dan maal de water. Ja. Dan delen door de water, denk ik. Ja. Als je zo twee, zeg voor twee water, dan moet je dat zo maal, ja, dan delen. Oké, okay, dus je hebt water, een inhoud van water, dan delen door water. Correct. Sterk. Ja. Maar, wat is dan de scheikundige naam van water? Alsjeblieft. De scheikundige naam van water? CO2. Wat? H2O. Oké, sterk. Sterk. Met wat betalen ze dan in de UK? Pond. Sterk, maar. Jij voetbalt sowieso. Ja. Als je weet, los zijn bij Air Force en voetbalt jij 100%. Welke viering doe je als je scoort? Ronaldo. Zo? Wat doe je? Eerlijk? Kijk, dit was goed. Dit was goed. De vorige zijn in de UK aan het lopen. We zijn aan het stappen. Ja. En je gaat naar de bakker. Maar ja, met welk geld moet je betalen? Dollars. No. Je woont daar niet, maar je gaat er toch wel eens op vakantie gaan. Ja, misschien. Ah, wel, welk geld moet je dan aan? Euro's, ik weet niet. Oké. Okay. Cent. Ik denk dat wat? Dat cent? Wat is een cent?
Met wat betalen ze in de UK? Met punch. Serieus? Wat? Toch? Wat is dat? Wat is punch? Wat is punch? Wat is punch? In Engels hebben we dat toch geleerd? Wat is dat punch? De SpongeBob. Wat is dat punch? SpongeBob. Wat is punch? Ik weet niet. Wat is punch? We weten geen idee. Wat was. Nee, wat? Dollar. Oh. Met wat betalen ze in de UK? Pond. Jij voetbalt wel, wat doet jij scoort? Ik doe gewoon zo. Zo. Kijk in de camera, doe maar. Zo. In de camera, als ik ben. Als ik toxic ben, doe ik zo. En wanneer zeg jij toxic? Al toxic. Altijd. Hoeveel nullen heeft een miljard dan? Want ja, als je binnenkort een miljard euro hebt, dan moet je toch wel weten hoeveel nullen dat zijn, hè? Zes. Wat? Tien? Negen. Hoeveel nullen heeft een miljard dan? Zeven. Wat? No, maar. Wat? Nee, dat kan niet, hoor. De zes, domme rek. Zes? Nee. Wat? Ik weet niet. Wat je weet niet? Ja, ik ben niet slim. 1 plus 1? 2. Oké, okay, wat is 1 plus 1 plus 2? 3. Nou. Hoeveel is 100 maal 100? 100.000. Wat? Broer. Ik weet dat wel. Ben je dom? Stel je voor, je scoort toch op in voetbal. Wat doe je dan? Ik ben basket. Oké, stel je voor, je doet even deze snel. Je scoort die 3-punter, 5-punter, alles samen. Kom hier. Dus, je gooit die even en dan direct. Ja. Oké. Oké, dus zo. Die punt laatst ik weer LCNT.